De Nachtwacht in het Rijksmuseum in Amsterdam is een van de meest bekende schilderijen ter wereld. Het is gemaakt door de Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn in de 17e eeuw. Maar wie was Rembrandt en waarom is ze zo beroemd? In deze video zoeken we het uit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we terug naar het begin van de 17e eeuw. Het huidige Nederland was op dat moment nog officieel in oorlog met Spanje om haar onafhankelijkheid tijdens de 80-jarige oorlog. Toch kende de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden, de naam die Nederland had in die tijd, ook een bloeiperiode. Zowel op politiek, economisch en cultureel gebied had Nederland een bijzondere positie in de wereld. Deze periode wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd, al had lang niet iedereen een goed leven in die tijd. De rijke burgers, de regenten, verdienden veel geld met internationale handel en hadden de macht in de steden en het land. Amsterdam was toen niet alleen de belangrijkste stad van de Republiek, maar eigenlijk van heel Europa en daarmee de rest van de wereld. Om hun rijkdom te tonen liet de regenten regelmatig schilderijen maken om deze op te hangen in hun huizen. In de Republiek leefden in de 17e eeuw veel beroemde schilders Johannes Vermeer en Jan Steen, zijn er twee voorbeelden van, maar de bekendste van de kunstenaars was Rembrandt van Rijn. Rembrandt werd geboren in Leiden in 1606. Daar bracht hij zijn jeugd door en leerde hij schilderen van Jacob van Zwanenburg. Toen hij 18 jaar was, kwam Rembrandt voor het eerst in Amsterdam. Hij ging in de leer bij de schilder Pieter Lastman. Aan de Sint-Antoni-Breestraat, vlakbij de Zuiderkerk. Na zijn studie ging Rembrandt terug naar Leiden en begon daar zijn eigen atelier samen met goede vriend Jan Lievens. In 1631 besloot hij definitief naar Amsterdam te verhuizen. Hij ging werken voor de kunsthandelaar Hendrik van Uilenburg, die woonde en werkte in de Jode-Breestraat. Op die plek maakte Rembrandt tussen 1631 en 1635 veel portretten in opdracht van welgestelde en belangrijke Amsterdammers. Zoals kerkleider Johannes Uytenbogaard en de portretten van Martin Solmans en Oop Koppit. In 1634 werd Rembrandt lid van het Amsterdamse schildersschilder en in datzelfde jaar trouwde hij met Saskia Uilenburg, en nicht van Hendrik Uilenburg. Rembrandt was meester in zijn vak en was ook in de 17e eeuw al erg beroemd. Hij schilderde anders dan anderen, waarbij het gebruik van licht en schaduw erg belangrijk was. In 1635 verhuisde Rembrandt naar een groot huis aan de Nieuwe Doelenstraat. Daar bleef hij twee jaar wonen, om daarna samen met Saskia aan de Binnenamstel een huis te kopen. In 1639 kocht Rembrandt voor 13.000 gulden opnieuw een huis, deze keer een statig huis in de Breestraat dat gebouwd was in 1606. Het leven kon op dat moment niet stuk. Zijn schilderijen gingen als warm broodje over de toonbank en ook werd hij vader van een zoon, Titus. Zijn beroemdste schilderij De Nachtwacht zou ook in dat jaar worden gemaakt. Maar op 14 juni 1642 stierf Saskia plotseling en stortte Rembrandts wereld in. Dit was een moeilijke tijd voor Rembrandt, maar hij slagen er toch in om door te gaan met schilderen en het produceren van kunstwerken. In deze periode maakte hij enkele van zijn meest persoonlijke werken, zoals veel zelfportretten. Na de dood van Saskia kreeg hij een relatie met Geertje Dirks, een weduwe uit Ransdorp, die bij hem in dienst was als verzorgster. In 1649 gingen ze uit elkaar. Rembrandt was verliefd geworden op Hendrikje Stoffels. Geertje kon dat niet verkroppen en sleepte Rembrandt voor de rechter. Rembrandt stelde Geertje een jaarlijkse alimentatie voor, maar ze kwamen niet tot een overeenstemming. Rembrandt wist haar broer en buren te overhalen om belastende verklaringen af te leggen om Geertje voor een aantal jaren voor heropvoeding te laten opsluiten in het spinhuis in Gouda. Rembrandts nieuwe geliefde, Hendrikje Stoffels, schonk Rembrandt nog één dochter, Cornelia, vernoemd naar Rembrandts moeder. Vanaf 1650 raakte Rembrandt in toenemende mate in financiële problemen en ging hij zelfs failliet. Dit had als gevolg dat hij zijn grote huis en kunstcollectie moest verkopen, net als zijn drukkerij. In 1663 overleed Hendrikje. Titus overleed in september 1668. En ruim een jaar later, op 4 oktober 1669, overleed Rembrandt op 63-jarige leeftijd in Amsterdam. Tegenwoordig wordt Rembrandt nog steeds gezien als een van de grootste schilders aller tijden en blijft zijn werk populair over de hele wereld. Veel toeristen bezoeken dagelijks het Rijksmuseum in Amsterdam, waar de grootste collectie schilderijen van Rembrandt in de wereld te bekijken is.